De gemeente die heeft geen geld meer, hè? Geen centen. En als hoeders van het cultuurhistorisch erfgoed gaan we dan zelf maar aan het snoeien. Want dit moet gezien worden. Het wapen van de adellijke heren van Gemert. Ja, hier stond hun hooghuis. Wit-zwart, hè? Het wit-zwarte wapen van Gemert. En, wisten jullie, hè, dat de adellijke heren van Gemert dat die afstanden van Karel de Grote? Echt waar? Ja, en dat adellijk geslacht, dat is uitgestorven. Maar er lopen van die bastaardlijntjes tot de Gemertenaren van nu. Reken maar van yes! Zo, en dan kan de politie nou ook zien wat er voor de deur gebeurt. Hier in de gymkamer hebben we alles bij de hand. Ook van Karel de Grote. 1200 jaar geleden stichtte hij als koning der Franken een wereldrijk. En in het jaar 800 met Kerstmis werd hij door de paus in Rome tot keizer gekroond. Hij gold als de grote beschermer van de christenheid en de verbreider van de christenheid. En hij erkende 70 kinderen. Ja, elke vrouw die een beetje mee wilde tellen, wilde van hem wel een kind. Hij is ook niet voor niks, hè, Karel de Grote. Zalig verklaard, hè. Hij ligt begraven in de Dom in Aken, net over de grens. Daar hebben ze ook wel eens ooit zijn beenderen nagemeten. En het was echt een grote. 1,92 meter hebben ze gemeten. In 1993 gaf de heemkundekring van Gemert een boek uit, hè, geschreven door Willy Iwits en Hans Vogels, kampioenen van het stamboomonderzoek in Gemert. Hè. Een boek met een intrigerende titel. Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote? Met een vraagteken. Maar het antwoord, en staat in het boek, dat is yes! En via bastaardlijnen van die adellijke jongens, hè, stamde in feite iedereen van Karel de Grote af. Hè. En het bijzondere is, hè, dat je dat voor Gemertenaren ook nog aan kunt tonen ook. Hè. En dat is in dit boek, hè, van Willy Iwits en Hans Vogels bijeengebracht. Er is een rekenkundige verantwoording, ook in dit boek. Hè? Hè, want het gaat over zo'n 40 generaties die je moet overbruggen vanaf het jaar 800, hè, tot heden. Bij een 30-tal generaties staat er allemaal in, dan zit je al ver over het miljard. Hè? Maar dan zijn er dan wel heel veel dubbel. Hè? Als je van alles meerekent, kom je in ieder geval op minstens 29 miljoen verschillende voorouders van iedereen. Dat betekent dat je eigenlijk zo van iedereen in het jaar 800 afstamt. En zeker van Karel de Grote, die 70 kinderen had. Maar ik zeg al, voor de Gemertenaren kun je dat aantonen. Want die van Einattes, die hadden in Gemert, commandeurs van Einatten, die hadden in Gemert 15 bastaardkinderen. Er waren ook verschillende bastaard kinderen van heer Diederik van Gemert. En die zijn allemaal bij elkaar gebracht. En dan heb je in 1800 heb je zo'n 1000 mogelijkheden om aan te sluiten, hè, op een stamboom van de heer van Gemert. Hè, en 4000 mogelijkheden om aan te sluiten op een stamboom van een van de commandeurs van Einatten. In totaal dus zo'n 5000 namen waar je je stamboom op aan kunt sluiten. En zal ik er hier zo eens een stel voorlezen? Van den Boom, van Breugel, Bouwmans, Bloemers, Bloks, van Berlo, van Berlo. Nog een keer van den Boom, van den Berg, Bakkers, Beekmans, van Amstel, van der A, van den Akker. Otta, van Schijndel.
Verrijken, Verhallen, Verhofstadt, Vervechel, Verstippo, Staaijakkers, Rooijakkers, Slaats, Spierings, Smits, Schillings, Snoeks. En ga zo maar door. Ze staan er allemaal in. En, weet je wat ook heel bijzonder is? De handtekening van die van Einatus, die is hier ook bewaard gebleven. In steen. Ja, van 1483 tot 1570 had Gemert 3 commandeurs van Einatte. En dit is hun wapenschild. Handtekening in feite. Hè? Zo'n 500 jaar oud, hè? Die commandeurs die woonden in Gemert op het kasteel, aan de Mert. En ze hadden ook in Den Bosch, heel veilig achter de wallen van Den Bosch, hadden zij een huis van Gemert, een refugiehuis. En in de gevel van dit huis hebben ze deze steen achtergelaten. De huis is al lang gesloopt, maar de bouwhistorische dienst heeft deze steen bewaard. En die is uniek, die is uniek. Het is de oudst bekende steen waar je de combinatie ziet van het wapen van de Duitse orde en het wapen, het familiewapen van die van Einatters. Die van Einatters zijn van naam tot naam, is de afstamming van Karel de Grote bekend. Ja, en die unieke wapensteen, die was in 2 stukken. En die moest gerestaureerd worden. Ja, uniek cultuurhistorisch erfgoed van Den Bosch, maar ook van Gemert. En wie kunnen nou beter hebben voor restauratie van dit soort stenen als Toon Grasses? En Toon, die maakte voor ons ook meteen 2 duplicaten. Dit is een duplicaat, hè? Maar niemand ziet het verschil met een echte, hè? Deze is ook gewoon echt, hè? En Toon, die maakte iets heel bijzonders. Zijn kennis van de heraldiek. Hè? Hij concludeerde dat de steen 500 jaar geleden er zo moet hebben uitgezien. 1 kleur. Hè? Hier het familiewapen van Einatte. Met deze dingetjes die heten merletten. Hè? Van die eendjes. Hè? Met een afgeknotte snavel. Hè? Daarom hebben we ook op de Molenakker een straatnaam gekregen, Einattenhof, met daar een nieuw appartementencomplex. Staat er nog niet zo lang. Hè? En de naam van dat appartementencomplex, dat is Merlettenhuis. Hè? Merlettenhuis in de Einattenhof, ja, daar is het. Hè? Die wapenstenen die zijn ook niet voor niks op deze plek gehangen. Want deze plek die heeft iets met die van Einatters. Die 3 commandeurs van Gemert, die woonden op het kasteel, aan het Ridderplein. Maar vanwege hun ordenseed van de Teutonische Ridderorde, mochten ze niet trouwen. Zij moesten volledig kuis leven. Maar ze verwekten in Gemert wel 15 bastaardkinderen. Minstens 15 bastaardkinderen. Ja. En dat deden ze niet. Dus onder het dak van die Duitse orde aan het Ridderplein. Maar dat deden ze hier. In een veilig omgracht huis. Nog voordat het Latijnse school werd. Hier woonden hun maîtresses. En van die 15 bastaardkinderen zijn er in een periode van 300 jaar, van 1500 tot 1800, door de genealogen van de Gemertse Heemkundekring, onder aanvoering van Willy Iwitz, zo'n 5000 namen verzameld waar je je stamboom op aan kunt sluiten. 5000 namen, een 1000tal van de Van Gemerts en een 4000 van de Van Einattes. Dit is cultuurhistorisch erfgoed van alle Gemertenaren. Van waar ik ben, where I was born, kende gij ons land, you know the land. Take in the snow, de toppen, there's no snowy mountaintop, it's flat like us. The land is flat, mijn open hand, like the palm of my hands.
geen spoor heeft te stoppen. No railway line stops here. Door waar de rips, where the river rips, komt ooit de pil. Comes from Peel County. Langs Perse Hein. Through fields of yellow buttercups. En Bremmer Hill. And a colorful countryside. En waar de graaf.